Dag MZO. Welkom, Masters Innovatie in Zorg en Welzijn. Yay! Ik ben Marloe de Kuiper. Ik ben de bedenker en oprichter van de Master Zorgnetontwerp die vanaf vandaag Master Innovatie in Zorg en Welzijn heet. Ik ben Roelof Etsema. Ik ben stafdocent bij de Master Zorgnetontwerp. En samen met Marloe heb ik de MZO toen ontworpen. Nu Master Innovatie in Zorg en Welzijn is. Taart voor de bekostiging, taart voor de enorme, ongelooflijk hoge NSE van 92 punten. Oh ja. En de taart van het CVB om ons te feliciteren. Master Innovatie in Zorg en Welzijn. Helemaal. 12 jaar geleden, hè? Begonnen. Ja, wij samen. In 2006 zijn we begonnen. Met een Master Zorgtrajectontwerp. Ja. Ja, het is wel een einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk. Ook. En wat we nou in al die jaren hebben gedaan, is succesvol studenten afgeleverd. Heel en die succesvol. Allemaal zich bezighielden met zorgtrajecten. Ja. Dus de zorg rondom de patiënt organiseren. Daarvoor ja. Kregen ze natuurlijk bedrijfskundige vakken, maar ook kritisch denken, moreel redeneren, evidence-based practice, preventie. Vraagsturing, want daar draait alles om. Ja, ja. Reflecteren op zichzelf. En we hebben natuurlijk enorme toppen en dalen gehad. Een enorm dal is natuurlijk onze dierbare Roland die we kwijt zijn geraakt. Ja. Dat is natuurlijk afschuwelijk. We hebben natuurlijk enorme toppen gehad. Hè, studenten die prijzen hebben gewonnen en niet één, meerdere. Ja. En die ook enorme dingen hebben gedaan in de zorg. Landelijk. En onze visie om dat de zorgsystemen verbeteren. Ja, we hebben heel veel studenten afgeleverd die dat ook echt doen. En nu gaan we een nieuw tijdperk in. En weet jij waarom wij nou de naam Master Innovatie in Zorg en Welzijn De Master Zorgtraject is denk ik wat het dichtst bij ons hart ligt. Namelijk dat doen, het gaat om dat traject wat die cliënt moet afleggen, omdat hij niet anders kan. En dat willen wij voor hem zo goed mogelijk maken. Ja. Winnie. Nieuwe naam vandaag. Master Innovatie in Zorg en Welzijn. Vind je het een mooie naam? Ik vind het een mooie naam, ja. Ik moest even wennen, want we zijn een tijdje natuurlijk aan het zoeken geweest. Wat is nou een mooie passende naam voor onze opleiding. En het gaat natuurlijk om de innovaties die we doorvoeren in Zorg en Welzijn. Dus het is wel, het dekt de lading goed. Hey, Tima. Ja. MZO'er van het eerste uur. Ja. Nou, ik denk dat het wel duidelijkheid geeft waar de master zich op richt. En dat is op innovatie en het begeleiden van verandertrajecten. Dus in die zin denk ik dat het alleen maar duidelijk is. Ik denk dat het wel meer de inhoud dekt. Dat denk ik ook. Ja? En innovatie is natuurlijk heel erg hot. Ja. Dus innovatie is sowieso belangrijk dat erin zit. Okay. En welzijn hebben we ook meer. En dat zit ook minder in het trajectontwerp stukje. Ja. Ja, Ernst? Ja. Verbetering. Ja, waarom vind je de verbetering? Het is herkenbaarder. Mensen zien alleen al aan de naam waar we voor staan. Ja. We staan voor innovatie. Ja, dames. MZO'ers. Master Zorgtrajectontwerpers. Yes. Ja. Vanaf vandaag Master Innovatie in Zorg en Welzijners. Ja, geweldig. Ja? Super trots. Ja, heel super trots. Heel blij ermee. Echt trots, inderdaad. Brigitte? Ja. Heel lang ben jij bij de MZO betrokken geweest. Ja, klopt. En je bent er eigenlijk nog steeds wel een beetje bij betrokken. Mm-hmm. En we zijn ontzettend blij met jou, Xandra. Want jij bent ook bij de nieuwe Master Innovatie in Zorg en Welzijn betrokken bent. Het is toch wel een beetje afscheid nemen van, lijkt wel. Ja. Maar ik denk wel een hele goede nieuwe start voor een hele mooie toekomst voor deze opleiding. Ja. Ik ben net gewend aan de MZO. Dus ja. Ik moet even aan wennen in de nieuwe naam. Ja, kan je me uitspreken? Of moet ik het voor je doen? Ik heb hem nu al in mijn hoofd inderdaad. Ja, Chantal. Ja. Jij zit midden in de opleiding. Ik vind het een goed passende naam. Waarom? Omdat het wat meer laat zien wat de opleiding uiteindelijk doet. Wat het kan. Ja, het hele grote stukken steken. Als wij kijken naar wat de studenten moeten doen om iets te ontwerpen wat echt werkt. Ja. Moeten ze eigenlijk altijd een nieuw product bedenken. Wel op basis van wat er al is. Maar een aanpassingje of iets overzetten, dat lukt niet, dus niet. Nee, dat werkt niet. Daarvoor moet er te veel werk gebeuren in dit probleem. Doe
niks aan zorgtrajectontwerp meer dan? Wij zijn nog steeds bezig met zorgtrajectontwerp. Want als je een innovatie goed wil implementeren in de zorg en ook op maat wil maken, dan vraagt dat toch een apart zorgtraject. Kan mij nou minder zorgtrajectontwerp doen? Nee. Nee, hè? Nee. Oké. Okay. Nee, absoluut niet. Maar nee. Meer in welzijn en innovaties. Oké. Okay. En wat we natuurlijk ook doen is dat onze studenten natuurlijk meester zijn in toepassingskennis. Hè? Ja. Dat is wat ze goed kunnen. Ja. We weten heel veel uit de evidence wat dan werkt. Ja. Maar wat onze studenten ook heel goed doen, is die kennis ontwikkelen over hoe het toegepast moet worden. En beide hebben we natuurlijk nodig, hè? Ja. Dat blijft zo. Gaan we dan minder zorgtrajectontwikkeling doen? Nee, veel meer. We gaan veel meer zorgtrajecten ontwikkelen. En ik denk ook beter, omdat wij zelf ook veel geleerd hebben in de afgelopen jaar. Ja. Met name ook door de samenwerking met de International Foundation for Integrated Care. Daarmee hebben we de opleiding kunnen inbedden in wereldwijde kennis, ja. Onderzoekslijnen en onderzoeksmethodologie. Dat is wat ons heel erg gaat helpen, dat is de samenwerking met Daan Andriessen, ja. De lector praktijkgericht onderzoek. We staan ook voor zorgtrajectontwerp. Gaan we dat nou minder doen dan? Nee, gaan we net zoveel doen. Okay. En toch het innovatieonderdeel erin, dat is op dit moment past dat veel beter met wat de vraag is vanuit de markt. En ik vind in die zin ook veel duidelijker wat je te bieden hebt. Veren. Iets wat we doen en daar gebruiken we zorgtrajecten voor. De inhoud van de MZO verandert natuurlijk niet en daar zijn wij voor gegaan. En die inhoud is werkelijk super interessant. Nou. En met veel plezier gedaan. Hey Corine. We doen toch zorgtrajectontwerp? Ook, maar dat is voornamelijk innoveren. Oh, oké. Dus vandaar dat het innovatie in zorg en welzijn is. Dat denk ik wel. Ja. Het gaat om de inhoud. En de inhoud, ik ben heel tevreden over de inhoud van de master. Okay. Die brengt zorg en beleid eigenlijk bij elkaar. De technologie is natuurlijk in de zorg is sowieso innoveren in de zorg. Ja. En hoe verhoudt zich dan tot een trajectontwerp? Nou, eigenlijk alles wat je innoveert in de zorg behoeft een traject wat ten goede komt aan de kwaliteit van leven van de patiënt. We hebben nu 65 inschrijvingen. Ja. En dat gaat wel naar 75, ja, vrees ik. Ja, denk het wel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, en dan gaan we massa maken, hè. Ja. Want het was al zo'n 12 studenten, hè? Nu dan, nou gaan we daar echt rond de 70 zitten. Ja, ja, ja. Ja, ongelooflijk. Dus maar heel fijn. We gaan veel studenten afleveren. Ja, en ik ben vooral heel trots op de mensen in ons team en onze studenten. Want die zetten neer wat het echt moet zijn in de zorg. Prachtig, Marlou. En dat je een heel lang en gelukkig leven mag hebben met je MZ2-diploma.